Volgens sommige mensen is echte natuur al het natuurschoon dat moeder natuur zelf heeft voortgebracht. Zoals het betoverende Beekbergerwoud bij Apeldoorn. Een oerbos van wel 8000 jaar oud, met majestueuze elzenbomen, rijkelijk begroeid met vuistdik klimop. Prachtig, dat was nou echte natuur. Totdat in 1871 de boel werd gekapt en er opeens een hele hoop elzenhouten fruitschalen bij kwamen. Sindsdien is Nederland voor 100% geschapen door de Nederlanders. Zelfs onze natuur, die regelen we zelf wel. Zoals de Oostvaardersplassen in Flevoland. Oorspronkelijk bedoeld als industrieterrein, maar als de bedrijven wegblijven, wordt de boel gekraakt door watervogels, ganzen en vlinders. Dat vinden wij natuurlijk prachtig. En we doen er nog wat edelherten bij, wat koninkpaarden voor de variatie en wat reetjes. Nou, veel plezier samen, hek eromheen, spoorlijnen langs, doedels. Deze natuur is dus door menselijk ingrijpen ontstaan. Maar ja, dat zal de dieren die daar leven worst wezen en de planten trouwens ook. Zij genieten met volle teugen en daar genieten wij dan weer van. Zo mooi, die natuur, daar kan moeder nog een puntje aan zuigen.